Het is enorm droog, het is al jaren niet meer zo droog geweest. Af en aan wordt er gereden naar de drinkpoelen voor het wild op de Veluwe Zoom. Niet dat ze al droog staan, maar het gaat wel hard met het weer. Ieder half uur krijgt deze poel op Terlet er 7000 liter water bij. En dat gaat nog wel even zo door. Nou, het zo extreem droog is, dan wel 3-4 dagen achter elkaar doorrijden. En dan als het niet gaat regenen, dan, ja, dan moet het over een dag of 5-6 moet je wel weer beginnen. Dit is het gebied van de Schotse Hooglanders. In alle vrijheid grazen ze het gras kort en zorgen zo voor natuurbeheer. Maar dan moet je wel wat te drinken hebben op zo'n warme dag als vandaag. Echt liters per dag. En zeker als je de moeders met de kalfjes hebt, ja, die zogen natuurlijk. Dus die hebben extra veel dorst. Het bijvullen van de drinkpoelen is geen dagelijks werk. Eigenlijk kwam het vroeger bijna nooit voor. Ja, we willen natuurlijk wel goed voor de Hooglanders zorgen. Het is een kudde die op een natuurlijke manier leeft. Dus eigenlijk 9 van de 10 gevallen gaat het helemaal goed zonder dat je ook maar iets doet. Maar zo'n extreme droogte, ja, dan moet je toch echt even een handje helpen. En dus wordt er nog een keertje heen en weer gereden. Er is veel water nodig met het weer. Hier moeten er nog minstens 10 of 15 bij. Dus er moet een kleine 100.000 liter komt hier nog bij. Dus we hebben de hele dag op aan het rijden.